welkom allemaal. Ik ga voor jullie weer een layout maken met papier van Pink Fresh Studio. En, verrassing, verrassing, ik gebruik slechts één blad. Eén blad en een wit kaartstok en veel stempels. De stempels die ik hier gebruik zijn van Vicky Boutin. Ik weet eigenlijk niet hoe je haar achternaam moet uitspreken. Dat zijn die ronde stempels. Als ik me niet vergis, is dat van de All Good Collection. En ik ga die hier stempelen in vier verschillende kleurtjes. Dat is de Faded Jeans, Spun Sugar, Mustard Seed en het lichtblauwe. Ben ik de naam nu eventjes van vergeten. Maar komt zeker in de beschrijving hieronder. Dus als je ze wilt kopen of als je ze hebt en wilt gebruiken, kijk dan zeker eens in de box hieronder. Dus ik ga gewoon de verschillende randjes die er zijn van de stempel in de vier verschillende kleurtjes gebruiken. Ik ga overwegend eigenlijk het lichtblauwe en het donkerblauwe gebruiken en dan hier en daar wat roos en geel ertussen. Eigenlijk heel simpel, hè? Mijn clearstempel op mijn blok, wat inkt erop en dan stempelen. En is dan niet perfect gestempeld? Dat is eigenlijk niet zo erg bij deze stempels. Je geeft het wat het watercolorgevoel dat je hebt van het achtergrond dat ik gebruik. Het achtergrondvel, sorry, dat ik gebruik. En ook, ik ga die stempels daarna uitsnijden. Dus ik ga die over elkaar en zo leggen. Dus ik kan onvolmaaktheden altijd wel oplossen. Nu, bij die stempelset zit ook een die. Daar zitten ook dies bij. En die ga ik gebruiken om die uit te snijden. Heb jij nu geen apparaat om dat uit te snijden, dan kan je dat evengoed bijvoorbeeld uitknippen. Sommige heb ik uitgeknipt omdat ik het niet mooi vond uitgesneden. Of je kan bijvoorbeeld een pons gebruiken om die uit te snijden. Dat kan allemaal. Dus ik leg gewoon die dies over het figuurtje, over het cirkeltje dat ik wil uitsnijden. Ik kleef dat eventjes vast met washi tape. Zorg dat je echte washi tape gebruikt die er echt gemakkelijk af kan. En dan ga ik die door mijn apparaat, mijn snijapparaat voeren. Dat heb ik niet gefilmd. Mijn snijapparaat staat ergens anders, niet op mijn bureau. Dus dat was wat moeilijker om te filmen. Ja, dus zo gaat dat erdoor. En dan daarna heb ik, als bij wonder, heel veel rondjes. En dat ga je dan hier zien. Bij deze layout heb ik mijn foto niet gemat, want ik had mijn foto afgedrukt met een heel fijn wit randje er rond. En eigenlijk vond ik dat vel zo mooi dat daar niet echt veel papier meer achter mijn foto moest. Ik wou dat papier echt naar voren komen, laten komen. Het deed mij een beetje denken aan een soort zonsondergang aan zee. Ja, het gevoel van dat papier was wel voor mij zomer en zee. En dan heb ik al die rondjes die ik heb uitgesneden, gestempeld en gesneden, die ga ik in één lange strook eigenlijk onder mijn foto aanbrengen. Mijn blad. Ik was blijkbaar een beetje scheef aan het filmen. Dat komt later in het filmpje wel weer goed, dan had ik dat ook gezien. Hoe ik die rondjes gelegd heb? Wel, ik heb ze een beetje... ga ik hier nu opnieuw beginnen? Ik heb ze een beetje goed geplaatst. Ja, een beetje... Bijvoorbeeld het geel heb ik rechts en links en dan ergens in het midden geplaatst. Dus zodanig dat de kleurtjes ook wel wat versprongen. Dus ik heb het eerst een beetje geprobeerd en dan ga ik eigenlijk mijn rondjes gaan vastkleven. En hier zie je dat ik echt die kleuren wat ga verspreiden. Ik heb elke keer lijm gedaan, enkel in het midden van het rondje. Zodanig dat ik er ook nog kon onderschuiven. En als je snel genoeg werkt met natte lijm, kan je hier en daar nog wat verschuiven. Dus altijd wel handig. Met dubbelzijdige tape. Sommige kan je weer lostrekken.
Maar het natte maakt dat je echt kan schuiven. Hè. Dus ik maak onderaan mijn strook. En dan heb ik ook, dat zie je later wel, heb ik ook nog een strookje bovenaan gemaakt. Normaal maak ik altijd 3 clusters van embellishments, zodanig dat je een visuele driehoek hebt. Ook hier heb ik dat gedaan. Ik heb eigenlijk die strook van bollen meer bekeken als een strook papier. En dan de clusters heb ik dan gemaakt met de die cuts nog, die er zijn van Pinkfresh Studio. Die zie je hier dan, hè. Dus ik heb wat die cuts bovenaan erbij gelegd, wat onderaan rechts en onderaan links. En hier zie je nog dat ik denk, zou ik het niet beter daar doen? Twijfelen mag, hè. Je mag een beetje zoeken. Maar soms als je die designprincipes in je achterhoofd houdt, van die driehoek, dan gaat het soms gewoon ook makkelijker als je aan het twijfelen bent. Zo ga ik er ook bijvoorbeeld zorgen, ik heb iets zwart bovenaan gebruikt, ga ik dat ook in mijn 2 andere clusters gebruiken. Ja? Hier zie je dat enkel dat zwart nu tot nu toe enkel bovenaan terugkomt. Straks ga je zien dat ik dan ook iets zwarts toevoeg, linksonder en rechtsonder. Aan mijn ene cluster vorm ik dan mijn titel. En dat wordt hier ook de titel van het gekende liedje van Raymond van het Groene Woud, 2 meisjes op het strand. Ken je het niet? Ga zeker eens luisteren. Ken je het wel, dan vind je het fantastisch en ga je ook eens luisteren. Hè? Ga je nog eens genieten. Ja, dat was hier de foto voor deze titel, denk ik. Als ik die foto zag, begon ik dat liedje spontaan te zingen. Dus dan weet ik altijd, dat is de titel. Ik ga mijn titel opbouwen uit 3 verschillende lettertypes. Strand maak ik uit het grote alfabet van Pinkfresh Studio, dat je ook in de winkel vindt. Op het schrijf ik gewoon, heel kleintjes. En dan 2 meisjes maak ik in die kleine lettertjes van Pinkfresh Studio. Die vind ik echt geweldig. Het is een pakje met 4 kleurtjes erin. En hier gebruik ik dan het donkerblauwe. Zo laat ik ook dat donkerblauwe op verschillende plaatsen terugkomen. Je ziet het bovenaan door de stempel. Dan aan de titel, door de titel, maar ook een beetje blauw bij die cirkel daar. En dan aan de andere kant zie je dat ik een die cut in het donkerblauw gebruikt heb. En dus zo op die manier komen op die 3 plaatsen dat donkerblauwe terug. Voilà, eventjes de randjes eraf knippen. En ik laat bewust mijn die cuts of mijn stempels over de pagina lopen. Dat voelt dan wat. Dat voelt aan alsof dat de pagina. Of dat dat op de pagina hoort en dat dat niet in het midden van je pagina zweeft. Ik heb je daar net gezegd van dat zwarte. Wel, ik ga dat zwarte nu laten terugkomen. Ik heb het al bovenaan en rechtsonder. En dan ga je straks zien dat ik ook nog wat linksonder ga terug laten komen. Ik wou ook nog wat meer geel laten terugkomen. En dat doe ik gewoon met mijn oxide. Een beetje op mijn clearblok wat nat maken. En dan met een penseeltje wat druppelen, wat spetteren. Je kan dan met je hand doen alsof je een sigaret afklopt. Niet gezond, hè. Maar lukt dat niet, dan neem je gewoon een ander penseeltje en klop je zo tegen dat penseeltje. Dan heb je ook fijne spettertjes. Hoe fijner je penseeltje, hoe fijner je spetters. Ik vind hem al redelijk mooi, maar er ontbreken hier en daar nog enkele dingen aan. Zoals dat ene zwarte elementje dat ik jullie al verteld heb. Dat ga ik daar gebruiken. En je moet ook geen schrik hebben om die cuts te knippen, hè, als ze niet naar je zin zijn. Nu vond ik dat niet mooi, dat daar ronde randjes aan waren. Wel, dan knip ik dat gewoon uit tot dat recht is. Ja, dat dan naar mijn zin is. Dat mag, dat is van u. Jij hebt dat betaald. Jij doet daar uw zin mee. Hè. En dan wil ik nog wat extra structuur aanbrengen. Iets anders dan papier. En dat ga ik hier doen met gewoon naaigaren. Ik heb hier een klosje roze naaigaren liggen. Ik maak daarvan eigenlijk een
hoopje rond mijn vingers. Zo, ik draai dat rond mijn vingers alsof ik het een bolletje van zou maken, zo gezegd. Ik verfrommel dat een beetje en dan steek ik dat onder mijn die-cuts eigenlijk. Ja? Dan laat ik dat daar wat onderuit komen en dan heb je direct een heel ander effect met iets heel simpel als naaigaren, wat de meesten wel in huis hebben, denk ik. En het moet geen roos zijn, hè? Het kan even goed wit naaigaren zijn. Je moet geen 1000 kleurtjes hebben. Dat mag natuurlijk, maar dat hoeft niet. En dan doe ik dat op die derde plek ook. En dan om alles af te werken, tenslotte ga ik nog met mijn Tiny Attacher van Tim Holtz 2 nietjes op elke plek doen. Je ziet dat dat hier eventjes misloopt, maar dat los ik gewoon op. Haal ik eruit. Voilà. En dan ga ik afwerken met een ML Dot om terug iets anders aan papier erbij te brengen, iets 3D. En die ga ik gewoon wat verspreiden over de andere bolletjes. Normaal zou ik dat doen enkel op de 3 plaatsen, maar omdat het hier echt met de rondjes is, de layout, heb ik die wat verspreid. En als allerlaatste, was ik bijna vergeten, heb ik nog een zwart lijntje rond mijn layout getrokken om alles wat bijeen te brengen. Voilà, dat was hem. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Tot een volgende keer. Dag!